Noei! Zeg jij het maar. Noei! Gaan we verder met vloggen? Oké, dat is dus een neutraal. Een hele goede morgenmiddag. Leuk dat jullie bekijken naar een nieuwe vlog. Tevens de 10e alweer. Ik was mijn SD-kaart weer vergeten op werk. Want dat is wat ik doe, alles vergeten. Dus nu ben ik weer op werk. Henkie wordt ondertussen even als model gebruikt. Of course. Zo, aangezien we toch weer bij deze mooie spiegel zijn. Een outfit of today. Ik ben vandaag heel erg zwart-witachtig. En Utka represent, want 030 voor altijd in mijn hart. Zo, Manoui houdt het voor gezien. Lekker de ijs naar bedje toe. Zo, we zijn weer lekker thuis. En ik heb Manoui net lekker op bedje gelegd. Dus ik kan even lekker op de bank knipploffen met mijn theetje en een broodje. Want ik had nog niet gegeten, het is 2:30. Ik ben niet zo goed in voor mezelf zorgen als voor Manoui. Maar wat ik dus net al zei, is dit eigenlijk alweer de 10e vlog. En in principe zouden we 10 weken vloggen. Maar ja, eigenlijk is het zo leuk om te doen. En loopt het op het YouTube-kanaal van Elle loopt het ook heel erg goed. Dus toen heeft Sander gevraagd of ik inderdaad verder zou willen vloggen. En daar heb ik wel even over na moeten denken. Omdat ten eerste kost het natuurlijk tijd. En alle mama's weten dat tijd heel schaars is in ons leven. Maar daarbij is het wel gewoon heel erg leuk om zulk mooi beeldmateriaal eigenlijk te verzamelen en te sparen voor later. Want Younes en ik zien het echt heel erg als het maken van nieuwe herinneringen voor later. Maar ja, dat is natuurlijk ook iets wat je je af moet vragen. Wat iedere ouder zich eigenlijk wel afvraagt die hun kind regelmatig op social media dropt. Is van ja, hoe leuk vinden ze het eigenlijk? Want ja, ze hebben er nu in principe kunnen ze er nog niet heel veel van zeggen. Dat ze later over 15 jaar misschien nog steeds op een of ander YouTube kanaal in een luier rondlopen met 2-jarige leeftijd. Dus ja, veel dingen eigenlijk wel om over na te denken. Voordat we dan de keuze zullen maken om verder te gaan vloggen, ja of nee. Noemen we wist daar? Oeh, papa banaantje. Zo, meneertje. Ja. Ja. Nu even lekker tussendoortje. Pisa? Laat mama even boodschappen doen, want papa is ook weer binnen. Hier. Pisa? Ga daar, ga daar, ga daar. Eet smakelijk, Manoui. Doet. Ja. We hebben al 10 vlogs gehad. Tenminste, ja. Dit is de 10e. Wow. Welke vond jij het leukst? 11. Zijn humor is echt zo irritant. Hij vindt zichzelf zo grappig en ik vind het gewoon... Ik vind het nog steeds na 5 jaar niet grappig. Maar welke vond jij het leukst dan? Ik denk dat ik... Van één lik van Solar. Dat momentje dat je dat zegt doei en dat je Nicole achter het hek hoort. Tjuskes. Nou, dat is fijn. Ik vond die over de vlog over dat jij je baan was kwijtgeraakt. Ja. En over opvoeding vond ik heel mooi, omdat die zeg maar het meeste diepgang hadden gevoelsmatig. Zie. Maar ja, de intro vond ik eigenlijk ook heel leuk, de allereerste. Ja. Ik had nooit gedacht dat je eigenlijk in 7 minuten eigenlijk kon zien hoe wij als gezin zijn. Daarom komen er nog 10 aan. Weet je zeker? Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Noei! Zeg jij het maar. Noei! Gaan we verder met vloggen? Oké, dat is dus een neutraal. Zo, ik ga even de regen en de kou trotseren. Want weet je wat het dus het trieste is? Boodschappen in mijn eentje doen is ook eigenlijk een beetje onderdeel van me-time. Want er is serieus niks flexer dan gewoon even in je eentje rustig naar de supermarkt gaan. Zonder baby. Ben over een 1/2 uur terug! Zo, de boodschappen zijn weer gedaan. Wat ik wilde zeggen nog, is dat ik eigenlijk best wel nieuwsgierig ben. Omdat ik op Instagram van de mensen die ik dan ken, zeg maar, best wel veel feedback krijg. En heel veel liefde vooral op alle filmpjes. Maar dat ik ook heel erg benieuwd ben naar de mensen die mij in real life niet kennen. Wat jullie eigenlijk van de filmpjes denken en hoe wij het doen eigenlijk. Dus als je nog dingen hebt die
je van je af wil spreken of zo, zet ze gerust in de comments. Want daar is een kanaal als dit natuurlijk ook voor. Er lopen twee krijgers in mijn huis. Geef even een chakaline dan. Yes, Nui. Wat doet een leeuw? En wat doet een paardje? Goed zo! Die twee zijn weer aan het stoeien hier. Maar hij kan dus nu ook au zeggen. Dus dat zegt hij bij het minst geringste. Ook als hij een stoeigevecht met zijn vader verliest. Dan is het gewoon au, terwijl dat hij helemaal geen pijn doet. Mama! Mama, laat mij naar buiten. Noe, wil je niet dat de vlog? Uit? Uit. Oké. Nou, lieve kijkers, komt er toch ook weer een einde aan vlog nummer 10? Willen jullie wel vragen om even te subscriben? Als er nog een onderwerp is wat jij heel graag wil zien. Of bespreekbaar wil maken via ons. Want dat kan natuurlijk ook. Subscribe en like, want dat vinden we leuk. En klap in je handen. Klap eens in je voetjes. Blij. En we hopen maar gewoon dat Manoui dit over 15 jaar nog steeds leuk vindt. Wij gaan gewoon gezellig door. De familie Polnaya Kakizina gaat gezellig door. En we zien jullie dus bij de volgende vlog. Dag. Want als je tegenwoordig een huis wil kopen, dan heb je eigen vermogen nodig. En ons eigen vermogen is Younous, Manoui en liefde. Maar daar krijg je geen hypotheek mee. Nee.